Ongevallen in de transportsector. Het zorgt jaarlijks voor veel schade voor individuen, organisaties en de samenleving. En daar wil verzekeraar TVM iets aan doen door slim gebruik te maken van data. Ons doel als TVM is om transportveiligheid te vergroten. Waarbij de ultieme ambitie is dat er nul doden in het transport vallen. Een van de dingen die we daarbij inzetten is een pilot veilig rijgedrag. Waarbij we samen met klanten kijken naar het rijgedrag van chauffeurs. En proberen dat positief te beïnvloeden, zodat er minder ongelukken op de weg gebeuren. Samen met Route42 voorziet de pilot 500 vrachtwagens van slimme innovaties. Onze samenwerkingspartner Route42 die verzamelt rijgedragdata vanuit de vrachtauto's. Wij wouden dat graag koppelen aan onze schadedata en andere invloeden als verkeersdrukte en weer. Spark loste dit op en ontwikkelde een dataplatform met Microsoft-technologie. In dat dataplatform kunnen verschillende databronnen worden gecombineerd en geanalyseerd. Om vervolgens inzichten te genereren. En die inzichten ontsluiten we via deze tool, zodat TVM daar vervolgens wat mee kan doen. Bij een onveilige situatie, zoals afleiding van de chauffeur, registreert het telemetriesysteem een bijna ongeluk. Deze meldingen worden verwerkt tot een visuele weergave van gevaarlijke locaties in heel Europa. Wat je hier op dit kaartje ziet, is een plek in Europa net boven Hamburg, de Lubecker Bocht. Daar rijden veel chauffeurs een traject richting de boot naar Denemarken. En op dat traject veroorzaken ze relatief veel bijna ongelukken. Wat TVM met die informatie kan, is in contact komen met de transportbedrijven om ze actief te coachen of om actief te adviseren om op dat traject veiliger te rijden. Spark heeft ons enorm geholpen, vooral met aantonen van het verband tussen schade en rijgedrag. Voor vrachtauto's was een dergelijk onderzoek nog niet eerder gedaan en een verband niet aangetoond. Dus we zien zeker heel veel potentie en gaan kijken hoe wij een product kunnen ontwikkelen dat we bij TVM-verzekerde vrachtauto's kunnen inzetten. De potentie van het dashboard is dat je er heel veel verschillende diensten op kan ontwikkelen. Dat kan enerzijds zijn inderdaad in premieberekening, misschien voor kleine transportbedrijven die je kan belonen als ze heel veilig rijden. Of bij grote transportbedrijven misschien meer diensten om juist een chauffeur specifiek te coachen en zorgen dat met elkaar het verkeer veiliger wordt.